Plato ingesproken tekst. Het symposium, het gaat deze keer over eros en moraliteit. Phaedrus die gaat verder met zijn verhaal. Eros een hele belangrijke god is. Hij heeft eerder gezegd nu dat het een hele oude god is. Dat iedereen dat wel over eens is. En hier gaat hij vertellen van ja, eros is een hele belangrijke kracht in de maatschappij die ervoor zorgt dat mensen moreel goed zijn. Want je had in de oudheid had je het systeem, kan ik niet zeggen, maar in ieder geval de praktijk van de Erastes, de oudere minnaar, die dan vaak een jongetje had als geliefde, Eromenos, dus Erastes ouder en Eromenos dan jonger. En beide, die hebben, behalve veel plezier met elkaar, maar hebben ze ook gevoelens van schaamte of trots die ze met elkaar delen of die ze voor elkaar willen inboezemen. Dat zijn hele hechte relaties. En ja, een jongetje wil niet schandelijke dingen doen in de ogen van zijn oudere minnaar. En andersom precies hetzelfde. Zijn oudere minnaar wil ook niet belachelijk gemaakt worden of rare dingen doen in de ogen van zijn geliefde, van de Eromenos. Daar gaat eigenlijk het volgende stuk over. Kijk maar. Hier is de tekst. Presbutatos de oom. En nu hij de oudste is, terwijl hij de oudste is, omdat hij de oudste is, is hij verantwoordelijk voor Aetios Estin, namelijk deel, voor de grootste weldaden voor ons. Megistoon agathon, de grootste goede dingen voor ons. Genitivus, meervoud onzijde. En dus genitivus als aanvulling bij Aetios. Dat gaat met de genitief verantwoordelijk voor goede dingen, de grootste goede dingen voor ons. Want niet. Ego, ego, eipijn. Ego, plus infinitief, dat is vaak kunnen. Want niet kan ik zeggen, en ego, dat is dan ik persoonlijk, met nadruk kan ik persoonlijk zeggen dat er een groter goed is, meidzon agathon, is dan. Als je een comparatief hebt met er, groter dan. Dat is altijd een lastige, moet je even onthouden en wees alert op zo'n comparatief. Comparatief van megas. Want dat er een groter goed is dan, uit de sneeuw onti, voor iemand wanneer die jong is, dat staat ook in de woordenlijst, zodra iemand die jong is, voor iemand direct van jongens af aan, eo, uiterst in de onti, dan een goede erastes, een goede oudere minnaar, en een grote goed dan een pardica, een geliefd jongetje, voor een erastes, voor een oudere minnaar. Dat zijn echt de beste dingen die je kunt hebben, dus een goede minnaar voor een jonge jongetje, uiterst in de onti, en een goede geliefde voor een oudere minnaar. Dat zijn echt de beste dingen die je kunt krijgen. Want datgene wat, ho is een relatieve met een ingesloten antecedent, dat wijst vooruit naar dat toetal wat hier staat. Want datgene wat nodig is voor mensen die van plan zijn, tois melus, die van plan zijn te gaan leven op een goede manier, goed te gaan leven, biosestein, de infinitivus futurum. Want wat nodig is voor mensen, bla bla bla, om leiding te geven in hun hele leven, pantos to bio, het geestuig is leiding geven, dat is niet in staat om te bewerkstelligen, en poyein, en hoya te aanvullen estin, dat is niet in staat om te bewerkstelligen, sunkeneia, verwantschap, dus broers onderling of neven onderling, ooms en neven, niet in staat om dat te bewerkstelligen. Zo goed, hutokalos, om zo goed te bewerkstelligen. En ook niet eerbewijzen, timai, wat op zich heel erg belangrijk is in de Griekse oudheid. Time is een heel belangrijk ding. Maar zelfs dat kan niet zo goed leiding geven in het leven als liefde natuurlijk, krijgen we straks. En ook niet rijkdom, plutos, is helemaal niet zo goed voor de mensen. En ook niet iets anders, alle uden, zoals de liefde dat kan. Hoja te estin moet je dan eigenlijk aanvullen. Of hojos te estin. Dus liefde die kan dat dan wel. Sunkeneia niet. En eerwijze niet. En plutos niet. En ook andere dingen kunnen dat niet zo goed als de liefde. En wat is dat dan? Lego derti tuto. Wat bedoel ik daar dan mee? En tuto is dan dat tuto hier. Dat wordt dan weer daar al voorbereid. En wat is dat dan? Krijg je het antwoord. Ten. Aischunen. Het schaamtegevoel. Epimen tois aischois, ten opzichte van schandelijke dingen. Schaamtegevoel, want je gaat je schamen in de ogen van je minnaar. En ook de philotimia, de eerzucht ten aanzichte van goede dingen. Dingen die nastrevenswaardig zijn, dus
Daar wil je wel gewoon voor doen. Voor je minnaar wil je goede dingen gaan doen. Philotimia. Deze twee dingen. Schaamtegevoel en eergevoel. Dat is de uitwerking van dat toetel en hol wat daar staat. En dat toetel wat hier ook staat. Want niet is het mogelijk, estin. Plus een infinitief is mogelijk zijn. Want niet is het mogelijk zonder deze dingen. En deze dingen, dus uitschunning en philotimia. Een stad, of dat stad, en ook niet een privéburger, dat hij grote en goede dingen, goede werken bewerkstelligt. En ik had zes daar. Dus zonder die twee dingen kun je geen goede dingen doen. En ik zeg nu dat een man die bemint, die verliefd is, Irai van Irao, is een vorm zoals Nika of Timao, dat trekt dan samen, is gewoon een presens indicatief, derde enkelvoud. Een man die verliefd is als. En dan gaan we de volgende bladzijde. T. Aischon, Poyon, als. Terwijl hij iets schandelijks doet, dat hij dan Katalelus Ginoito. Ginoito is een optatief. En hier verderop hebben we an. Dat regeert al die optatieven die hierbij horen. Algeza is dan de infinitief. Die hoort bij die andere, bij die vorige bladzijde. Dus dat een man wel pijn zal hebben, verdriet zal hebben. Wanneer hij dus iets schandelijks doet, dat hij dan wel duidelijk zal zijn. Of, terwijl hij iets ondergaat door iemand, hypotu, terwijl hij zich niet door lafheid verweert, dan dat hij dan wel niet zoveel pijn zal hebben wanneer hij gezien wordt door zijn vader, en ook niet door zijn vrienden, en ook niet door iemand anders, zoals door zijn minnaartje, zijn jonge geliefde. Dat is niet mogelijk. Dus als je iets schandelijks doet, of iets schandelijks ondergaat door iemand, hypotu, terwijl je je niet verweert door lafheid, nou, als dat gezien wordt door je vader is het erg, als het wordt gezien door je vrienden is het erg, als iemand anders wordt gezien is het erg, maar het is allemaal niet zo erg dan wanneer het wordt gezien door jouw minnaartje, pardicon. Hier moet even op terugkomen, of tenta is een participium, aoristisch passief, van horao zien. En zijn actief is enkelvoud mannelijk, van het corrigeert met het andere van die vorige bladzijde. Wanneer hij gezien wordt. Toetel de toetel. En denk aan die spiritus die hierboven staan. Dat gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak. Maar dat is eigenlijk alleen maar als er een kraas is. To auton. To auton. Hetzelfde. En dat gebruikt Plato heel vaak. En dan moet je dat vertalen met precies dezelfde manier. Wat betreft precies datzelfde. Ook zien wij ook wat betreft de geliefde, dat hij zich ongelooflijk schaamt, uit schunetai diaferontos, ongelooflijk schaamt voor zijn oudere minnaars, toeseragastaas, wanneer hij, of te, hier van horau, aoristisch passief, met an, cognitief, wanneer hij gezien zal worden, cognitivus futuralis, in een of andere, terwijl hij in een of andere schandelijke situatie is. Oom is een participium presens. Dus zowel de oudere man, die schaamt zich enorm wanneer hij in een compromitterende situatie is, dus iets schandelijks doet of iets schandelijks ondergaat, en de jongere minnaar, precies idem dito.